Hier wordt deze week gewerkt om een kunstwerk, een mozaïekwerk van de muur te halen. En dat is niet zomaar een klus. Dat wordt op een hele bijzondere manier gedaan. We zijn vandaag begonnen met het uithalen van dit mozaïek. Daar hebben we speciale machines voor. Dus we gaan proberen met diamantzagen netjes het mozaïek in plakjes van de muur te zagen. En dat in kisten met lades op te slaan, zodat we het TZT weer kunnen terugpuzzelen. Nou, het zijn diamantzagen die zijn zo aangepast dat je vlak achter het mozaïek langs kan zagen. En daarvoor moet je allerlei veiligheidsmaatregelen van de machines afslopen. Waardoor het een gevaarlijk, tijdrovend, bijzonder werk wordt. En daarom ben ik erin gespecialiseerd, want niemand doet dat verder. Want je hebt ook een heel bijzonder pak aan. Waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat ik wel veilig werk. Want als alle veiligheid van de machine af is, moet je ervoor zorgen dat je de veiligheid om je heen hebt. Dus ik kan niet in mijn lijf zagen, want daar beschermt het pak me tegen. Ik kan geen stroomstoot krijgen, want daar beschermt het pak me tegen. En op die manier werk ik toch veilig. Als het een beetje mee zit, hoop ik vrijdag klaar te zijn. Dat betekent 5 dagen werk. Ja, want je begint met hele kleine stukjes. En heb je een bepaalde opbouw in jouw werk bedacht? De opbouw is dat ik eerst een gaatje graaf op een plek waar ik controle over heb. Dat wil zeggen dat als het fout gaat, ik de materialen kan vervangen. Want ik heb het stukje waar ik begonnen ben, heb ik thuis liggen. Dus dat is geen probleem. En dan is de truc dat ik van links boven naar rechts onder werk. Want dan heft de zaagkracht, de zwaartekracht op. Dan hoef ik niet zo te tillen, hoef ik alleen maar te sturen. Dus ik probeer het mezelf zo makkelijk mogelijk te maken. Robert Herman, je bent van Bouwmensen. Wie betaalt dit hele project? Zover ik weet, de gemeente Almelo. Gelukkig maar, want het zou heel mooi zijn dat dit prachtige project ook behouden blijft voor Almelo. En heb je al enig idee waar het naartoe gaat? Ik heb begrepen dat men nu praat over het oude gemeentehuis op het moment dat het nieuw ingericht wordt, dat het daar terechtkomt. Zou mooi zijn. Ja, ik denk het ook.